ben Katja Wolters, ik ben klinisch viroloog op het AMC in Amsterdam en ik doe onderzoek aan virussen. Iedereen kent eigenlijk wel het poliovirus, dat is nu uitgeroeid bijna door vaccinatie. Maar poliovirus heeft nog heel veel neefjes en nichtjes en dat zijn heel veel voorkomende virussen. Niet alle mensen worden er ziek van, maar kleine kinderen vaak wel en soms worden ze ook ernstig ziek. En wij onderzoeken waarom dat is. Een nadeel van het gebruik van proefdieren om te onderzoeken hoe mensen ziek worden van virusinfecties is dat een dier nu eenmaal geen mens is. Dus dieren worden vaak anders ziek. Voor de enterovirusgroep waar ik aan werk, die komen bij de mens binnen via de luchtwegen. Maar dat bij muizen lukt dat niet, dan is het virus al weg, dus dat moet je inspuiten. En dan heb je dus eigenlijk een ander model nodig, een menselijk model. Wij gebruiken organoids, dat zijn mini-orgaantjes. En die maak je doordat je weefsel krijgt van de operatiekamers, van patiënten die daar toestemming voor hebben gegeven, bijvoorbeeld darmweefsel. En dat mini-darmpje kun je dan vervolgens infecteren met je virus. Het onderzoek wat wij doen kost veel geld, dus we hebben een financiële bijdrage nodig om dit soort onderzoek te kunnen doen. Zeker als je het hebt over jonge baby's die dus af en toe heel ziek worden, dan zou je zo ontzettend graag een medicijn willen hebben om zo'n kind te behandelen. Dat hebben we nu nog niet. Dat is waar we naar streven.